Je luistert naar een Abel Classic. Klik op de volgbutton in je podcast-app en mis geen enkele aflevering. De Vliegende Koffer. Er was eens een koopman die zo rijk was dat hij de hele straat, en misschien nog wel een zijstraatje, met zilver had kunnen bestraten. Maar dat deed hij niet, want hij wist dat er andere manieren waren om zijn geld uit te geven. Als hij een stuiver uitgaf, kreeg hij een daalder terug. Zo'n uitstekende zakenman was hij tot aan zijn dood. Nu erfde zijn zoon al dit geld. Hij leefde heel vrolijk en opgewekt. Hij ging elke avond naar het theater, maakte papieren vliegers van briefjes van 5 en speelde eendjes en draken met muntstukken in plaats van stenen. Op deze manier zou het geld snel opraken. En dat gebeurde ook. Uiteindelijk had hij niets meer dan 4 muntstukken. En hij had geen kleren, behalve een paar pantoffels en een oude kamerjas. Zijn vrienden bekommerden zich niet meer om hem. Ze wilden zelfs niet meer met hem over straat lopen. Maar één van hen, die nogal goedmoedig was, stuurde hem een oude hutkoffer met de boodschap inpakken. Dat was mooi, maar hij had niets om in te pakken. Dus stapte hij zelf in de koffer. Toen gebeurde er iets onverwachts. Het was een betoverde hutkoffer. Want zodra het slot werd ingedrukt, kon hij vliegen. Hij drukte op het slot en vloog ermee de schoorsteen op, hoog in de wolken, steeds verder weg. Telkens als de bodem een beetje kraakte, was hij bang dat de hutkoffer kapot zou gaan. Want dan zou hij een vreselijke salto hebben gemaakt. Denk daar maar eens aan. Zo kwam hij aan in een nieuw land, Turkije. Hij verstopte de koffer bij een boomstam, in een bos onder wat droge bladeren, en liep toen de stad in. Daar viel hij niet op, want alle Turken waren net als hij gekleed in een kamerjas en pantoffels. Hij ontmoette een verpleegster met een klein kind. "Hallo mevrouw," zei hij. "Wat is dat grote kasteel daar vlak bij de stad? Die daar, met de ramen zo hoog." "Daar woont de dochter van de sultan," antwoordde ze. "Er wordt voorspeld dat ze veel pech zal hebben met haar man en daarom mag niemand haar zien, behalve als de sultan en de vrouw van de sultan er zijn." "Dank u," zei de koopmanszoon en hij ging het bos in. Ging in zijn hutkoffer zitten, vloog op het dak en kroop door het raam de kamer van de prinses binnen. Zij lag op de sofa te slapen en ze was zo mooi dat de jonge koopman het niet kon weerstaan om haar te kussen. Ze werd wakker en was erg geschrokken. Maar hij zei dat hij een Turkse god was die door de lucht was gekomen om haar te zien. En dat beviel haar erg goed. Ze gingen dicht bij elkaar zitten en hij vertelde haar een verhaal over haar ogen. Het waren prachtige donkere meren waarin haar gedachten als zeemerminnen rondzwommen. Haar voorhoofd was een besneeuwde berg, groot en glanzend. Dit waren mooie verhalen. Toen vroeg hij de prinses ten huwelijk en ze zei meteen ja. "Maar je moet zaterdag hierheen komen," zei ze. "Want dan komen de sultan en de vrouw van de sultan bij mij op de thee. Ze zullen trots zijn dat ik hen ontvang. Maar zorg dat je een sterk verhaal klaar hebt, want mijn ouders houden er enorm van. Mijn moeder houdt van iets keurigs en hoogdravend en mijn vader houdt van iets vrolijks om hem aan het lachen te maken." "Ik zal een sprookje meenemen als bruidschat," zei hij. En zo gingen ze uit elkaar. De prinses gaf hem een sabel met goudstukken die hij kon gebruiken. Toen vloog hij weg, kocht een nieuwe kamerjas, ging in het bos zitten en begon een verhaal te verzinnen. Want het moest zaterdag klaar zijn en dat was geen gemakkelijke zaak. De tijd ging snel.
Toen hij het klaar had, was het zaterdag. De sultan, de vrouw van de sultan en het hele hof zaten op de thee met de prinses. Hij werd zeer hartelijk ontvangen. "Wilt u ons een verhaal vertellen?" zei de vrouw van de sultan. "Eén die doordacht en leerzaam is. Maar ook iets waar we om kunnen lachen," zei de sultan. "O, zeker," antwoordde hij en begon. "Nu, luister aandachtig. Er was eens een doosje lucifers dat tussen een andere luciferdoos en een oude ijzeren pot lag. En ze vertelden het verhaal van hun jeugd. We zaten vroeger tussen de groene dennetakken. Elke ochtend en avond dronken we thee, voor dag en dauw. En de hele dag hadden we zon. En de vogeltjes vertelden ons verhalen. Wij waren heel rijk, maar toen kwam de houthakker en onze familie werd opgesplitst. Wij hebben nu eenmaal de taak om licht te maken voor alle mensen. Mensen worden altijd blij als ze ons zien. Mijn lot was heel anders," zei de ijzeren pot. "Sinds ik op de wereld ben gekomen, ben ik vele malen gepoetst en heb ik veel gekookt. Mijn enige plezier is een goed gesprek met mijn metgezellen als ik na het eten lekker schoon op mijn plaats lig." "Nu praat je te snel," sputterde het vuur. "Ja, laten we beslissen wie het belangrijkste is," zeiden de lucifers. "Nee, ik praat niet graag over mezelf," zei de pot. "Laten we een avondje vol verhalen en gezelligheid regelen. Ik zal het verhaal van mijn leven vertellen. Op de Oostzee aan de Deense kust." "Wat een mooi begin," zeiden alle borden. "Dat is een verhaal dat ons allemaal zal bevallen." En het einde was net zo goed als het begin. Alle borden kletterden van vreugde. "Nu zal ik dansen," zei de tang. En ze danste. Oh, hoe hoog kon ze schoppen. De oude stoelhoes in de hoek spleet toen hij haar zag. De vaas zou gezongen hebben, maar ze zei dat ze verkouden was. Ze kon niet zingen, tenzij ze kookte. In het raam lag een oude ganzenveer. Er was niets opmerkelijks aan haar, behalve dat ze te diep in de inkt gedoopt was. Maar daar was ze erg trots op. "Als de vaas niet wil zingen," zei ze, "dan weet ik een oplossing. Buiten de deur hangt een nachtegaal in een kooi die wel zal zingen." "Ik denk niet dat het gepast is," zei de ketel, "dat zo'n vreemde vogel gehoord wordt." "Oh, laten we wat toneel spelen," zei iedereen. "Laat ons nu gewoon." Plotseling ging de deur open en kwam de keukenmeid binnen. Iedereen was muisstil. Er was geen geluid. Maar elke pot wist wat hij had kunnen doen. De keukenmeid pakte de lucifers en stak daarmee het vuur aan. Hoe ze sputterden en vlamden. "Nu kan iedereen zien," dachten ze, "dat wij de belangrijkste zijn. Wat schitteren we, wat een licht." Maar hier waren ze uitgebrand. "Dat was een prachtig verhaal," zei de vrouw van de sultan. "Ik waan me helemaal in de keuken met de lucifers. Ik kan het me zo goed voorstellen. Ja, nu zult u met onze dochter trouwen." "Ja, inderdaad," zei de sultan. "U zult maandag met onze dochter trouwen." En ze behandelde de jonge man als een familielid. De bruiloft werd geregeld en de avond ervoor was de hele stad verlicht. Koekjes en gemberbrood werden onder de mensen gegooid. De straatjongens stonden op hun tenen om hoera te roepen en te fluiten. Het was allemaal prachtig. "Nu moet ik ze ook nog verwennen," dacht de koopmanszoon. En dus kocht hij vuurpijlen en rotjes en alle soorten vuurwerk die je maar kunt bedenken. Hij stopte ze in zijn koffer en vloog ermee de lucht in. Woe! Het knalde en knalde. Alle Turken sprongen zo hoog dat hun slippers boven hun hoofd vlogen. Zo'n prachtige schittering hadden ze nog nooit gezien.
Nu begrepen ze heel goed dat het de god van de Turken zelf was die met de prinses zou trouwen. Zodra de jonge koopman met zijn hutkoffer weer in het bos kwam, dacht hij: nu ga ik even de stad in om te zien hoe de voorstelling is verlopen. Het was heel natuurlijk dat hij dat wilde doen. Wat een verhalen hadden de mensen te vertellen. Iedereen die hij vroeg had het anders gezien, maar ze vonden het allemaal prachtig. Ik zag de Turkse god zelf, zei er een. Hij had ogen als fonkelende sterren en een baard als schuimend water. Hij vloog weg in een mantel van vuur, zei een ander. Het waren prachtige dingen die hij hoorde en de volgende dag zou zijn trouwdag zijn. Toen ging hij terug het bos in om in zijn hutkoffer te gaan zitten. Maar wat was er van hem geworden? De hutkoffer was verbrand. Eén vonk van het vuurwerk had hem in brand gestoken en de hutkoffer lag in de as. Hij kon niet meer vliegen en kon zijn bruid niet meer bereiken. Ze stond de hele dag op het dak en wachtte. Misschien wacht ze daar nog steeds. Maar hij ging verder met zijn leven en zwierf door de wereld en vertelde overal waar hij kwam verhalen. Maar geen enkele was zo mooi als het verhaal over de luciferhoutjes. Einde. Je luisterde naar een Abel Classic. Klik op de volgbutton in je podcast-app en mis geen enkele aflevering. Abel heeft nog meer leuke luisterverhalen. Zoals onze Abel Originals, Alex de reppende papegaai, Edgar de dansman en Lisa op de woonboot. Je vindt ze in de link in de omschrijving. Ontdek ze nu en mis geen enkel verhaal.